Ik heb voor de Rieten gekozen omdat iedereen zei tegen mij dat fashion echt iets voor mij is. Ik heb in de winkel gestaan bij mijn moeder samen en ik dacht echt van wauw, als ik hier kan werken, dan zou ik ontzettend tof vinden. Het unieke van de Rieten Management en fashionopleiding is dat je niet alleen leert hoe je een manager bent in een kledingzaak, maar dat je ook de ontwikkeling van het product meekrijgt. Dus het product dat je uiteindelijk gaat verkopen, leer je van het creatieve proces tot het moment dat het in de winkel terechtkomt en alle stappen ertussenin. Ik heb altijd al interesse gehad in de modewereld, vandaar dat ik ook voor de opleiding fashion heb gekozen en voor deze stage heb gekozen. Wat ik leuk vind aan deze stage is dat ik echt de kans krijg om aan mijn opdrachten te werken. En echt de kans krijg om te leren wat ik graag wil leren. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je samenwerkt met de verschillende andere takken van sport, de verschillende professionals die je nodig hebt als retail manager, maar die je sowieso nodig hebt in de mode. Zo leren ze bijvoorbeeld, werken ze samen met e-commerce management, ook studenten van MBO Rijnland. En dan gaan ze samen een webshop in ontwikkelen en komt er ook daadwerkelijk een product op de markt dat ze ook verkopen. Een fashion opdracht waar we nu mee bezig zijn is een eigen collectie ontwerpen. Uiteindelijk gaan we die ook laten zien op de Brussels Fashion Week. Belangrijke vaardigheden voor de opleiding retail manager en fashion zijn. Het is een economische opleiding, dus je moet van rekenen kunnen houden of kunnen gaan houden. Je moet kunnen samenwerken, dat is heel belangrijk. En je moet hospitable zijn, hospitality. Je moet vriendelijk zijn en de klanten kunnen binnenhalen en binnenhouden. Ook zijn talen en een gevoel voor taal heel belangrijk. En dat je een open blik hebt naar de wereld, maar dat moet sowieso elke student hebben. Wat ik ook leuk vind aan deze stage is de klanten helpen, het klantencontact. Stel advies geven aan de klanten. Dat ik van alles leer over de retail en daarnaast ook van alles over de modewereld.